Hey mensen van de games, awesome dat jullie kijken naar een nieuwe video van FIFA 16. Om te beginnen heb ik geen flauw idee wat ik moet doen in deze game. Ja, Ultimate Team. Maar wat een Ultimate Team? Moet ik een Road to Glory doen? Dus dat ik legit met handel ga spelen, zonder coins te kopen of wat dan ook. Moet ik random video's doen, FIFA Challenges, Wagers en al die andere losse video's. Moet ik een Road Tour doen, dus dat ik een club ga sparen. En als je dat wilt, moet dat legit of met gekochte coins, dus dat ik pakketjes ga openen en zo. Laat alsjeblieft achter wat jij wil zien, want ik heb echt geen flauw idee. In ieder geval ga ik deze aflevering lekker wat potjes spelen. En om te beginnen gaan we eerst even een team samenstellen. Met de spelers die ik in de FUT Draft aflevering heb gekregen. Want ik speelde een potje FUT Draft. En daarna ging ik de eerste packs openen. Zoals jullie zien, dit is mijn team. Ja, maar dit is mijn starters team. We gaan een nieuwe selectie maken, jongens. Want die ander was gewoon dikke troep. En dit team zal waarschijnlijk ook troep zijn. Omdat ik dus nog helemaal geen coins heb. Helemaal geen spelers heb gekocht. Laat ik gaan beginnen met de doelman. We hebben een doelman van 75 jaar. Die zet ik dan gewoon hoppakee op goal. Dan gaan we verder naar de CV. Ja. We hebben gewoon een man. Ik let eerst niet op teamgeest. Gewoon even de hoogste mensen. Oké, mensen. Dit zijn dus de beste spelers die ik op het moment heb. Die ik uit de packs heb gekregen. Ja, dit is een heerlijk team. Lekkere teamgeest. De enige teamgeest die ik zie is tussen de doelman en de CV. Dus ja, dat moet natuurlijk wel even beter. We gaan even wat wissels neerpleuren, jongens. What the fuck is Groskreutz linksmidden geworden? Die was toch linksachter? Oké, ik heb de bank en de reserves ook gevuld. Ja, nou moeten we een beetje gaan prutsen om een beetje teamgeest erin te krijgen. Maar eerst ga ik even nog een leenspeler aannemen. Want ik kreeg Royce uit een pakketje. Een leenspelerpakket. Ja. Die bestaan tegenwoordig ook. Hoe gay kan je het maken? Maar we pakken even een lekker spelertje. En ik heb niet veel opties hoor. What the fuck? En ik heb ook al links midden. Dus ja, fucking Di Maria. Yes. Hoppakee. Die nemen wij natuurlijk. Dan verander ik de opstelling even. Oké mensen, dit gaat mijn team worden. Tenminste nu voor even. Het kan waarschijnlijk nog wel wat beter. Maar ja, ik wil er niet meer tijd aan besteden. Want ik ga toch allemaal nieuwe spelers kopen. Dus we spelen eerst wel even met dit team. 61 teamgeest. 78 beoordeling. Laten we beginnen met het eerste potje. Oké mensen, ik heb mijn eerste tegenstander gevonden. Wow. Deze man heeft een goede teamgeest. Het ziet er lekker uit. En dit team is gewoon beter dan dat van mij. Dit is echt letterlijk mijn tweede potje in FIFA 16. Ja jongens, het is echt insane. Ik weet niet hoe goed ik ben. Ik hoop dat het gaat lukken. Let's go. Oké jongens, gaan we dan. Bartels. Let's go motherfucker. Even oké, we hebben meteen een kornetje. Gaat al lekker. Het begint al gewoon heerlijk. Oké, ja, we hebben Royce natuurlijk. Royce is fucking sick. Dus die gaat even. Hey, scheids. Hey. Gaat er niet zeggen dat hij geblesseerd is toch? Oh, hij gaat nu al liggen die Royce. En meteen in het begin van de wedstrijd. Het is echt insane. Nee. Oké, deze wedstrijd gaat nu al lastig worden. Ik weet het zeker. Want deze man, ja, hij ging al meteen goed dribbelen en shit. Meteen al stoer doen. Dus ik denk dat dit niet zomaar... Oh, what the fuck? Oké. Veel met Di Maria spelen en veel met deze man. Ik weet niet. Deze is op zich nog niet super slecht. Deze kerel volgens mij. Oh, what the fuck? Ja, geef mij die bal. Nee, die gaat mis. Gaat niet mis. Knal op goal. Mooi schot, niet verkeerd. Royce, bitch, daar ga je dan. Oh ja, hij moet niet ego. Ik moet wel blijven spelen natuurlijk. Ook al is het Royce, gewoon lekker spelen. Hoppakee, gaan we dan. Bartels, ja, ja. Oh, yes, bitch. Hoppakee, eerste goal. FIFA 16, je wint toch. Yes, motherfucker. Hoppakee, ik dacht echt dat hij naast ging, jongens. Maar die gingen gewoon in. Wat? Milito, hè? Daar moeten we van hebben, Milito. Geen flauw idee wie dat is, maar... I don't give a shit. Hij heeft gescoord, daar gaat het om. Nee. Pak die bal. En weg. Goed zo. Nee. Oh, holy shit. Weg met die bal. Ja, ik heb hem. Royce, even een stukje sprinten. Kom op, Royce. Even meteen een trickje doen. Hop. Dat ging niet goed. Shit, jongen. Oké, Di Maria. Ja, Di Maria. Let's go. Hop. Oh, het mislukt. Nee. Is hij nou... Ah, oh, man. Ze gaan echt allemaal liggen. Kom op. Ja, what the fuck. Lek ineens. Lekker keeper. En nu weg met die bal. Oh, ze zijn zo slow allemaal. Kom op, Di Maria is toch niet... Oh, ik zie Di Maria niet lopen. Waar is hij? Ik ga toch niet zeggen dat Di Maria... Oh my fucking god, jongen. Di Maria geblesseerd. Oké, ik hoop dat het dan weg is. Zo. Dat zou heel mooi zijn. Ik weet niet. Oh, nee. Ja, hij loopt wel gewoon. Oké, dat gebeurt al vaak. En dan heel vaak dan is het ineens... Dan is hij niet meer geblesseerd. Yes, hij is niet meer geblesseerd. Oh, gelukkig. Gaat mijn eerste contractje al van die spelers. Ja, Milito. Ja, geef maar Royce. Knal die goal. Oei. Mooi schot. Niet verkeerd. Oh, hij krijgt rood. Lekker, jongen. Fuck you, my bitch. Oh, ja, nice.
Holy shit, lekkere rode kaas voor die gast. Ja, ja, Milito. Nee, naar Milito, jongen. Ga naar Milito spelen. Heeft net ook gescoord. Ja, die man is goed. Even een oogje voor die goal, die Milito. Ik zag hem al lopen, hoor. Nee. Oh, hij schiet weer op goal. Weg met die bal. Oh my god, wat een kut goal. Dit is gewoon echt een voorbeeld van een kut goal. Oh my god, mijn keeper houdt hem. Let op. Ja, hij skipt hem gauw. Ja, het was ook echt een AIDS goal. Kom op, Di Maria. Knal die goal. Oh ja, die gaat er natuurlijk niet in. Nee, niet weer. Kom op, pak die bal. Oh, wat een prutsers allemaal. Oké, okay, let's go. Gaan we dan. Hoppakee. Ja, naar Di Maria. Oh nee, wat een kutbal. Ja. Hop. Ja. Oké, naar buiten. Hoppakee, naar Grosskreutz. Ja, onze verdediger. Oké. Oh, voorzetter. Fuck. Ja. Royce. Lek. Oké. Lek, Royce. Oh. Het scheelde helemaal niks. Voorzetten. Di Maria voorzetten. Kom op. Oh. Hij raakt hem op zijn kopje volgens mij. Kom op, pasen. Di Maria. Doe trucjes. Oh, ja. Ik krijg wel een vrije trap. Oh, nee. Niet. Dat was de rust. Di Maria. Knal die goal. Ik vind het best wel gevaarlijk van afstand, hoor. Die keeper heeft er wel een beetje moeite mee steeds. Ik ga het waarschijnlijk gewoon vaker proberen als ik de kans zie. The fuck? Die scheidsrechters, ze geven echt snel kaarten gewoon. En rode kaartjes krijg je ook heel snel. Bartels. Maar dat is natuurlijk wel een pro-man. Die moet ik niet verliezen. Holy shit, dat is weer een rode kaart. Dat moet wel. Ja, ik zie die scheidsrechter langzaam lopen. Dat wordt een rode kaart. Dat zie je gewoon aan de andere... Oh, laat maar. Hoe de fuck krijgt hij daar geen rood voor? Nou ja, in ieder geval Royce. Jij gaat op die goal knallen, jongen. Jij gaat lekker op die goal vegen gewoon met je... Oké. Nee. Dat gaat niet lukken, jongen. Loppies, dat ga je niet doen. Kom op. Nee. Hij is er één. Hij is er één, jongens. Kom op, hij knalt hem. Oeh, dat scheelde weer niks, man. Jongen. Hij krijgt ineens een pak kansen, ja. En zijn keeper neemt de voorzet, oké. Nice corner, bro. Oké, let's go. Hop. Ja, gaan we. En zo, geef de bal nu. Ja, deze man is allemaal moe. Dus even naar binnen. Even geven. Komt die bal goed aan? Die bal komt goed aan. En even over de grond. Nee, ik moest hem terugleggen. Oh, what the fuck? Holy shit. What the fuck? Ik moest hem terugleggen op de 16. Dat ten eerste. Maar die ging er echt bijna in. Holy shit, jongen. Die keeper struggled een beetje. Kom op, Di Maria. Je hebt nog bijna niks gedaan. Geef die bal even. Mooie bal. Goed zo. Oké, geef hem door. Ja. Oh, dat was gewoon een hoge bal. Terwijl ik gewoon... What the fuck? Oké. Geef voor... Nee, niemand. Royce. Kom op, Royce. Ja, lekker, Royce. Nu. Ja. Hij pakt gewoon de bal. Holy fuck. Kom op. En hij schiet. Oeh, keeper. Keeper speelt een goede wedstrijd, dat moet ik wel zeggen, hoor. Oh, nee. Hoppa, lekker keeper. Ook met gestrekt been komt hij eraan. Tering. Je ziet gewoon dat hij veel beter is op het midden. Gewoon al die spelers. Ik win geen duels. Mijn spelers zijn noob. Gaan we dan. Ja, naar Bartels. Bartels, rustig. Ja, geef hem. Geef. What the fuck? Die mocht er echt wel in. En dat was Royce ook nog, volgens mij. Oh my god, Royce. Maar Royce is kapot. Hij is helemaal kapot, die man. Dat hij echt gewoon alles doet in deze wedstrijd. Di Maria lopen. Kom op. Ja, we zijn er één. Knal die goal. Nog een keer, knal die goal. Oh my god, jongens. So close again. Oh, fuck's sake. Kom op. Nee, andere kant op. Oh man, dat ging ook weer helemaal mis. Tyfus, verneukte corner. Ja, helemaal verneukt. Hoppakee, Royce over het muurtje. Oeh, what the fuck, jongen. Wanneer scoor ik nou eens, jongen? Ik heb zoveel kansen. Ja. Schiet. Oh, ik schiet niet. Nee, en nou gaat hij. What the fuck, wat gebeurt hier? Kom op. Ja, man. Bijna of wedstrijd voorbij. Zoveel kansen gehad. En ik scoor toch niet mijn tweede goal. En hij heeft ook nog een hele gevaarlijke kans, dat zeker. Hij doet gewoon laat trucjes, man. Omdat hij nu zo moe is. Oké, ja, Milito. Kom op, Milito is echt fucking goed. Die man speelt een goede wedstrijd, dat moet ik wel zeggen. Beter dan... Oh, kijk, Royce dan, jongen. Hij heeft gewoon pijn. Hij heeft gewoon pijn, die man. Gewoon dat hij zo fucking hard aan het voetballen is. Heeft hij gewoon pijn. Ja, oh, what the fuck? Wie was dat? Ja, dat was een noobspeler, want die kon niet eens aannemen. Het is voorbij, jongens. 1-1. Man, wat een kutwedstrijd. Zoveel kansen gehad. Zo tering spannend. Maar ja, 1-1. Nou ja, we hebben gelijk gespeeld. Ja, mijn keeper is wel ook man of the match. Hij heeft ook heel veel kansen gehad, hoor. Ik zeg niet dat ik alleen kansen had, maar ik had wel hele gevaarlijke dingen. Oké, ik krijg wel 400 muntjes. Dat is heel mooi. Oh my fucking god. Are you kidding me? Kijk dan.
Alleen maar blessures. Oh my god, misschien de drie beste mannen van het veld een blessure. Holy shit, nou die mogen allemaal op de reservebank. Ja, dit gaat nu echt een kutwedstrijd worden, de tweede. Oké mensen, in het volgende potje ga ik met dit team spelen. Ja, het is niet anders, ik moet nu even zo spelen. Dus laten we beginnen. Oké mensen, ik heb mijn volgende tegenstander gevonden. Holy shit, dit is een stuk beter. Tyvus. Dit gaat heel lastig worden, jongens. Nee, daar gaat hij. Hij zet voor. Weg met die bal. Oh, keeper heeft hem. Kom op. Lopen. Pak die bal. Man, pak die bal. Draaien. Oh my fucking god. Ja, gaan we. Er doorheen. Kom op. Terug naar de keeper. Ja, oké. En ja, mooi. Ja, lekker joh. Die draaide er netjes omheen. Ja, dat deed hij goed. Oké, nou verneukt dit. Oh, en nou doet hij een tackle. En dit was waarschijnlijk denk ik rood. Of sowieso geel. Want het was een beetje van achter en het was een beetje na. Dus ik denk rood. Ja, oh, ze geven zo snel rode kaarten. Nee, maar dit was ook wel een na-tackeltje, moet ik ook zeggen. Fuck's sake! Gaan we rechts buiten. Een van de beste mannen. Rip. Nu al sowieso rip. Met een man minder. En ook nog met een ziek slecht minder team. En het is nog maar mijn derde potje. Dus ja, ik hoop dat ik kan winnen, jongens. Ja. Oh, ja. Oh, die gingen erheen toch? Man. Oh, tering. Daar gaat hij, jongens. Kom op, ja. Die man is kapot. Hoppakee, we hebben de bal al. Ja. Oh, nee. Hij geeft hem alsnog af, hoor. Dat lukt hem alsnog om af te geven. En nu weg met die bal. Lekker, keeper. Keeper is goed. Ja, gaan we dan, jongens. Oké, iemand lopen. Ja, hij wil winnen. Tering mogolen, jongen. Blijf van me af of zo. En weer een vrije trap, hè. Ja, knal die goal maar gewoon. YOLO, oké. Pak die bal. Nee, hij tikt hem erheen. Hop, ik besnel het toch. Yes. Houdt hij nou... Hij hield hem in. Tering, hij houdt hem in. Alweer in. What the fuck is dit voor Farid? Oké, weg met die bal. Nee, hij heeft hem nog steeds. Holy shit. Gaan we dan? Ja hoor. Oh, what the fuck gebeurt er nou weer? Dat is toch fucking voordeel, joh, mijn goal. Jongen, die man op me steeds neer, man. Ik heb een rode kaart hier en hij heeft al 20.000 overtredingen gemaakt. Dat is toch niet normaal, joh. Ja, draaien en knal! Lekker schat, ja, lekker schat. Dikke weak foot, jongen. Kom op, pak. Oh ja. Weer die teringscheidsen, jongens. Die moet echt kappen in dit spel. Het is echt niet leuk, gewoon. Al het spel wordt steeds onderbroken. Het is echt fucking naar. Wat boeit het als iemand zijn bot breekt? Gewoon doorspelen, ja. Gaat hier, Rudy. Rudy, jongen, daar ga je. Rudy, lopen. Rudy, je wordt ingehaald. Rudy, knallen. Rudy, wat gebeurt er? Wat deed ik? Ik deed toch niks? Heb ik een panel? Heb ik een panel? Oh my god, net geen panel. Tering. Oké, Milito, jongen. Jij hebt vorige wedstrijd ook gescoord. Scoren ook even, man. Of wacht, doe dit. Ik verkeerde, man. Fuck! Ja, ik dacht van ja, die Milito kan toch niet goed schieten op die goal. En die gaat toch mis, want die kan goede vrije trappen schieten. Tenminste, ik ben er niet goed in. Dus ik dacht, ik geef hem gewoon af. En ik zag een man daar, maar hij paast hem naar de verkeerde man toe. Ja, dat heb je heel vaak soms. Hoezo weer voordeel? Er gebeurde niks en er was alweer voordeel. Oh, jongen, ik haalde hem niet eens neer. What the fuck? Kijk, dit bedoel ik! Er gebeurt niks! Oh, is de helft voorbij. Holy shit. Gaan we nou, jongens. Ik vind het op zich best netjes gaan. Ik bedoel, ik heb een paar kansjes gehad. Deze man eigenlijk bijna nog niet. En ja, ik heb een rode kaart. Dus ik vind het op zich best redelijk gaan. Pasen. Ja, kijk, ze komen echt zo kut gewoon. Hop, haal die man neer. Dit wordt weer een rode kaart, jongens. Dat moet wel. Oh, geel. Al die overtredingen zien... Ja, je maakt die zoveel makkelijker een vieze overtreding. Dat hebben ze op zich wel nice gedaan. Dat is ook best wel realistisch. Ja, Rudy, daar ga je weer, Rudy. Met volle energie gaat weer de strijd in. Hij kapt even. En wat doet hij nou, Rudy? Fucking Rudy, jongen. Je verneukt het weer. Kom op. Ja, die is van ons. Even naar binnen, even rustig met die bal lopen. Hoppakee. Ja, nice. Ja, gaat het. Deze man is wel kapot, moe. Maar ja, hij doet het wel. Nee, niet op die man. Ja. Nee. Panel. Scheids. Nu fluit je niet, jongen. Omdat ik denk van, oh ja, hij is in het strafschop. Dan moet ik niet zo snel fluiten. En dat is natuurlijk wel een beetje link, hè. Als ik een beetje snel ga fluiten. Nee, fuck off, man. Holy shit, wat was ik close to die goal. Nee, hij gaat eromheen. Dat is niet de bedoeling. Weg met die bal. Goed zo. Nee, ik raakte niet. Nou, weer een vuile rode kaart. Tyvus, man. Ton erop, ja, tering, wat is... Het gaat zo makkelijk om zo'n overtreding te maken in FIFA 16. What the fuck is dit? Hebben jullie dat ook? Ik weet niet, maar... Twee rode kaarten, man. Is dat niet normaal, jongen? Nee, kom op, pak die bal. Pak die fucking bal. Nee!
What the fuck doe ik nou, jongens? Ik wilde me niet erop klikken, maar toch deed... Nee, man! Dat was ook niet direct rood. Dat was eigenlijk wel een directe rode kaart. Maar het is zo... Hij had toch geel, dus ja... Fuck sake, jongen. Verneuk het zo hard, jongens. 3 rode kaarten. Hoe? Hoe? What the fuck, man! Wat een kut goal! Fuck dit, hey! Ik was zoveel beter dan deze gast. Met zijn fucking pro-team. Oont hij mij nog steeds niet. En kijk, paal. Wat doet die speler? Die duikt naast de goal. Denkt van, oké, we hebben nu toch 3 rode kaarten. Het boeit me echt geen fuck meer. What the fuck? Oké. Wat doe ik nou? Man, daar doe ik het er gewoon om. Ik wil nou gewoon die 5 rode kaarten. Fuck dit. Man, dit zijn de 5. Jongen, oh, dit zijn de 4 trouwens. Holy fuck, jongens. Haal die man. Ik wil nou gewoon een record hebben van rode kaarten. We zijn nu toch zo lekker bezig. Ze kunnen er vast. Ik ga alles op de aanval zetten trouwens. Dat moet wel. Ah, hij gaat dan niet winnen met een 1-0'tje. Wat? Ik krijg weer geel, hé. Hey. What the fuck? En nu deed ik gewoon letterlijk niks, hé. Hey. Serieus. Met een 1-0'tje gaat hij winnen. En ook nog eens een tering goal. Oké, okay, jongens, onze laatste kans. Oh, we hebben geen aanvallers. We hebben gewoon geen aanvallers. What the fuck, hé. Hey? Oh, ik zag alleen maar witte mannetjes lopen, hé. Hey. Weer geel. What the fuck? Het is voorbij, jongens. Oh my god, hey. Kut wedstrijd, alweer. Ja, ik krijg gewoon geen muntjes om al die rode kaarten. Shit, check die tackles dan. Overtredingen. 11 overtredingen. Nou, ja, ik moet eigenlijk om die lachen, want ik heb weer verloren gewoon. Look at all those red cards. Oh ja, en al die geblesseerde spelers zijn nog niet hersteld natuurlijk. Ja, jongens. In ieder geval, mensen, ik bedank voor het kijken naar deze video. Laat de blauwe duimpje even achter en tot de volgende keer. Later!